Stedelijk Vliegveld, Genk-Zwarberg. Wij hebben af en toe wat overlast door de vliegtuigen en daardoor doen wij af en toe eens iets terug, gelijk vandaag een open deurdag en ook een fly-in. Fly-in wil zeggen dus dat allerlei vliegtuigen mogen binnenvliegen en open deurdag wil zeggen natuurlijk dat de Genkenaren en andere mensen mogen komen kijken naar de activiteiten op ons vliegveld. We staan hier net aan een mooi exemplaar, de PC-7, een opleidingstoestel voor de luchtmacht. De Nederlandse luchtmacht vliegt met dit toestel. En dat is een van de vliegtuigen die we vandaag gaan tentoonstellen. Dus het Stedelijk Vliegveld is dus een platform waar niet alleen wij, de vliegclub, gebruik van maken, maar ook de bedrijven die hier gevestigd zijn. We hebben bedrijven gespecialiseerd in motoren en cellen en bedrijven gespecialiseerd in avionics. Het is ook een trainingscentrum. De vliegclub zelf is EASA, dus Europees gecertificeerde vliegschool. En hier zetten de meeste van de lijnpiloten hun eerste stappen in een opleiding naar een beroepsmatig toe. Vandaar dat we natuurlijk redelijk wat beweging hebben hier op dit vliegveld. En ik zeg het, van deze opdeurdag proberen we eens iets terug te geven aan de Genkenaren om eerst te komen kijken en gezellig iets te komen drinken. We hebben hier het nieuwe Veles Electro, volledig elektrisch lestoestel. Zo hebben we er twee in de Academy. We kunnen daarmee een uurtje vliegen, wat hem eigenlijk vrij ideaal maakt voor gewoon de pure basisopleiding binnen de Academy. Dat omvat mee in het RISE-project dat ASL heeft ontwikkeld of waar die mee zijn ingestapt, omtrent de groene technologie en de luchtvaart ook te vergroenen, om het zo te zeggen, om nieuwe technologieën te gaan stimuleren.